van de Bastij lopen volgens schema. In het verleden heeft het project heel wat vertraging opgelopen vanwege archeologische opgravingen. Er moet nog een klein deel opgegraven worden. De vondsten liggen nu nog onder de grond waar op dit moment zogenoemde CSM-wanden geplaatst worden. Deze wanden zorgen ervoor dat de heuvel in het Valkhofpark niet instort op de Bastij. Op dit moment is de bouw weer helemaal op gang gekomen, hè, nadat het een jaar stil heeft gelegen door alle archeologische vondsten. Die CSM-wanden die gaan dus een aantal meter de grond in en die moeten vervolgens met zogenaamde groutankers, hele lange staven met aan het eind een soort knikje die zeg maar een soort trekijzer in die heuvel gebracht kan worden, moeten die extra gefixeerd worden, want anders gaat die druk van die heuvel die is zo groot dat dan de CSM-wanden toch zouden gaan verplaatsen. En het plaatsen van die ankers is wel een heel ingewikkeld proces, want dat moeten ze toch weer diep in de grond tussen de archeologische resten en die willen we eigenlijk natuurlijk wel behouden. Ja, de bouwers zijn nu volop bezig met dan het entreegebouw, de kavel voor het entreegebouw, verder gereed te maken, zeg maar. Dan kan daar de bouw starten. En ondertussen wordt het doorgebouwd aan het hoofdgebouw. En dan krijgen we waarschijnlijk in april, mei de sleutel overhandigd. Ik denk dat de inrichting dat we daar toch wel een maand of drie, vier nodig hebben. Maar we proberen in september 2017 open te gaan voor het publiek. We zijn achter het scherm natuurlijk volop bezig met programma, hè, met inhoudelijk programma, excursies, tentoonstellingen, activiteiten. En we hebben een aantal vaste exposities. Uiteraard de archeologie gaan we een mooie presentatie omheen bouwen. En we hebben natuurlijk onze collectie, natuurhistorische collectie. Dus er komt ook een selectie van planten en dieren die ook uit de regio zijn. We willen ook met name met Staatsbosbeheer samen het verhaal van de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort vertellen. En onze eerste tijdelijke wisseltentoonstelling, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar we willen toch wel kijken of we iets uit de regio willen kunnen laten zien. Wat te maken heeft met deze regio. Kijken ook of we misschien bekende Nijmegenaren erbij kunnen betrekken die favoriete diersoort even komen toelichten of dat, in die richting zitten we nu te denken. Maar dat is eigenlijk exclusief, dat maak ik nog niet verklappen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1, want Nijmegen is altijd N1.